Ja, dat proberen we. De vinkers, ja. Hi, jij heet Marcel van der Welpen. Jij bent stuurleider in Makerspace Ringebu. Of die we met het project, zo heet het, Makerspace Rover. Lied om Makerspace Ringebu. Makerspace Ringebu startte zo het project in 2017 in Ringebu Commune, in de regie van Ringebu Commune. Men wie had die 17 jaar nog, of wie stoot op eigen been. We hebben een vrijwillige organisatie, of we hebben zelf twee bijleiders, zomaar sturen. Zomaar Howard Paul Zwijn, elektro-ingenieur, 42 jaar, ja. Ons waren de toer Ivar Boyne, zelfstandig neringsdienende, 42 jaar, de hand, van zit de bak. Ons waren Marcel van der Welpen, en jij jobbert som afdelingsingenieur, voor Van de Wafluip in Ringebu Commune. Makerspace Ringebu, holler opent en gang in Juka. We hebben begrensd de tijd. Of we holler opent voor het eerst kwel. Of we tilburen een arena uit om de wandelingen. Dat wil zeggen, nu aan aan voetbal en ski. We hebben ook nog vaste intekten. Zo we zijn afhankelijk van gaver of tilskuitsordeningen van wie zoeken op dat. Of zo holler we ook. Zo holler we til in het buik. Sommige dingen bij communes stillen disponibel. Dat is een gammel bibliotheek. Zo dat past ons wel die bra. Of we die met al het mulier hart. We hebben lode kwelder. We hebben code kwelder. En zo hebben we projecten, stoere of små. We gebruiken microbit voor onze code kwelder. Ook code kwelder die we soms regelen af Hove Palswijn en Toer Ivan. Voor die hebben goed grijpen op coding. En zo blijven soms regelen. Bra besökt. Makerspace Rover. Ja, ideeën komen zijn hust. Doet dus een sugar toe. Dit was wel bruik of microbitten per code kwelden som uitluiste ideeën eigenlijk. Zo denk ik, oké, goorde aan. Of sturen een rover som sjöre in het landschap neder in Kjellern. Som we sturen van eerste etage. Of zo voor we tilbake video feed van rover. Opprogrammeren neste steek. Baseerd op video feedback wie voor te maken dan. Dit, ja, voor het deel moeten we lied, moeten vinden proof of concept. Zo we hadden lied Jemme Lexer, wie wij leden Jemme. We zeiden oké, goorde aan. In de hele tat met microbit. Dat je kan. Zo we zoekten middels als freefon. Een fictiel deelt 5500 kroner. Oh, we starten met projecten in december 2022. Projecten zijn nog zo omvattend, zo we moeten delen op in mindere projecten, hele deelsystemen. Oh, zo hadden we daar een slags kick-off session, brainstorm session met projectdeeltakeren. Oh, dat was valk af het projectteam. Er waren een deel prototypen som we hebben gebouwd. Oh, we moeten gebruiken lied externe datacompetentie. Hier zien we de opbouwing van al het hele systeem, zoals we in de eerste omgang hadden gedacht. Hier zien we Makerspace Rover, zomaar deelt op in 13 minder subsystemen, zoals we zeggen hier. Zo hebben we dat controlstation, zomaar we hebben op de eerste etage, met verschillende dataschermen door datamachine of verschillende subsystemen hier. Dataoververing hadden we gedacht enten met local wifi of met radio. En zo hadden we dit met landschap in Kjellern, som we hadden deelt op in 4 minder projecten daarom. Slik wat het denkt. Brainstorm session, ja, dat was een lang kwel. En energie krijgende voor de zon, voor die we denken, wie taal dit som in de werkelijke werden, wie taal een brainstorm session in voorkanten. Zo dat blijft genomen. En ja, wist wie kom met een conclusie aan. We hadden een overordnende conclusie naar die gelden hele projecten. En zo hebben we nu, oké, dit is kalteel voor de voortel erover. En hier hebben we nu om communicatie. En hier hebben we nu om controlstation. En hier hebben we nu om landschap dat we moeten voeren. Zo dat was eigenlijk ganske nuttig. In voorkant van de hele projecten. Voor ons, som wij leiden die projecten, moeten we vinden proof of concept, soms zegt.
Og det har vi gjort på kjøkkenbordet da, hjemme. Og da fant vi ut at, ok, her har vi en mikrobit som vi bruker som, som sender, eller som transmitter. Vi sender over noen kommandoer fra noe vi kaller for rover-command, og det blir mottatt av dette her en tryout. Det bare fire motorer og fire servoer. Og jo, hvis det fungerte altså. Så det var, ja, ok. Proof of concept var der i hvert fall. Da måtte vi ta det en steg videre, fordi dette var bare noen trebiter og noen elektronikk som vi hadde bygd sammen. Og så begynte vi sakte men sikkert å snuse litt på de marsrovere som går rundt på Mars. Og begynte vi å tegne litt i SolidWorks 3D-tegning til printing. Så snudde vi hele saken opp ned for å si, ok, er det kraftig nok for å bygge en rover av disse komponenter? Og da fant vi ut, nei, det er litt spinkelt alltid det der, så vi må ta noen grep. Så vi begynte å bygge, samtidig med å forske på elektronikk og styring av dette der, på Final Rover, som vi kaller det nå. Ja, den Final Rover skal bygge akkurat som i virkeligheten, bogey rocker, rocker bogey system. Og så har vi en differential arm som skal styre hele mekanikken da. Alt som vi fant ut om hjemme, tok vi med på Makerspace. Og på Makerspace var det da utforsking av, ok, dette som vi har tenkt, går det an å bruke det? Går det an å utvikle det videre? Og så brukte vi kodekvelder for å vise frem til våre deltakere hvordan det egentlig fungerer med mikrobit og styring av servoer og motorer. Og hvordan dette er implementert i roversystemet. Så kom vi sakte, men sikkert til prototyp nummer to. Her ser vi da, ja, her har vi rocker bogey systemet og litt elektronikk. Og det fungerte da, men her hadde vi bare fire motorer og fire servoer, og vi skal egentlig ha seks. Arbeid med mock-up av Final Rover gikk videre, og det ser ut å fungere i snø i hvert fall. Uten motorer og uten servoer. Så det var bare en dummy. Prototyp 2A. Ja, på prototyp 2 hadde vi noen trebiter som vi brukte som plattform. Men vi gikk bort fra dette der på et annet tidspunkt og printet en mainframe i PLA. Dette er mainframe da, for å montere elektronikk. Og bygde da en prototyp helt i PLA. Det var prototyp nummer 2A. Det var meningen at rover skal kjøres rundt i kjelleren, hvor vi har et landskap. Ikke nødvendigvis Mars-landskap, men vi har et landskap. Og det er en gammel bibliotek, så vi kom i gang med opprydding i dette som var igjen av bokhuller. For oss som veileder var det hjemmelekser igjen, fordi nå skulle vi bygge prototyp nummer 3 var det vel. Og da var det seks motorer som vi måtte styre. Og da var det litt omprogrammering av software som vi har. Og så måtte vi ha en dedicated gateway, microbit gateway. Og her ser dere da utviklingen av prototyper. Dette er prototyp nummer 2A, og dette blir da prototyp nummer 3. Det ble ganske store greier dette der. Som sagt, ganske stor og ganske tungt egentlig. Så vi måtte bruke noen seriøse materialer der. Så vi brukte noen trykklagere. Og så måtte vi utvikle en egen styringskort. Alt som vi fant på nettet styrte bare fire motorer. Og seks servoer og noe sånt. Men denne her, som var utviklet av en av vår i styret. Styrer nok seks motorer og 16 servoer og noe sånt. Og så måtte vi finne ut om det fungerte sammen med Makerspace, med Rover Interface og med de nye hardware da. Og det fungerte. Videre utvikling av prototyp nummer 3. Her har vi differentialarmen, ball joints. Og her har vi sammensatt hele greia uten elektronikk. Og her ser vi da prototyp nummer 3 montert med elektronikk, styringselektronikk. Men fortsatt på en liten trebit da.
Ja. Shellen, dat is weer een Makerspace Universe, zoals dat heet. Ook Gutten zat in gang met maling van Wegner in Artie Zwart. Of zo waren de planeten, monen, altijd de Mars. Zo wie haar klistert op wijnen. Samenleving van die prototypen zo wie haar zo langt. Prototype nummer 1, prototype nummer 2a, ook prototype nummer 3. De woksen staan die weg. Prototype nummer 4, ja. Alt of 3 bleef je kwijt af. Of ze bleef alt met plast, alt bleef 3D-printed. Zo hier hebben we een stoer mainframe in PLA. Of zo komen we daar tot prototype nummer 4. De moet de testen zelfs act. Of failure is always an option, som deze zeer heer. Daar werk ik sterk nog hier, daar werk ik sterk nog daar. Zo de moet repareren. Of de moet jures nu niet meer. Hè. Zo prototype 4A vond wie. Hele blij laget. Met een her. Zo hier hebben we dat versterkte braketter hier of daar. En zo hadden we aluminiumreur in steden voor plastreur in Rocker Boogie Assembly. Of dat waren benchtesten, zoals gezegd. We moeten uitvoeren een ultimate load test. Oké, okay, waar zijn eigenlijk die grenzen voor over? Nou, dat vond we uit op Makerspace dat oké. Okay, wie haar een grenzen hier voor die heertolle plasten ik langere belastingen dan. Zo, dat waren de design review met uit Beddinger om wie de making voor over. Zo, hadden we, zo komen we daar langzaam, zakte men zeker, til een functioneel model. Zo prototype 4 aan, maar een functioneel model. En dan trokken we uit in een stoere werden. We trokken dan uit op een festivaldager in Ringebu of Vouwang. Waar we hadden een stoer tilhanger met gruis of zand of steen. En we shirten zo gledelijk rond die dat daar. En dat fungeert als een bare dag eigenlijk. Waarover een serieus alweer gans gesterkt en klaren alt muliraart. En hier zien we een project team som stuurder erover. Ja, oké. Okay. Functioneel model. Zo, dat is al genoemd een functionstest. Zo, we bouwden het middeltijdige landschap in Shellen. En daar uitvoerden we functionstesten her. En daar wisten zij dat Roven klaar is goed eigenlijk. En daar hebben we vond uit dat dan klaren wel een stijging op 45 graden waren wel, ja. Zo, dat is ganske brat. Zo, uit de functionstest moeten we een liten design review igen, zelfs act. Liet små verbeteringen hier en daar, maar ja, fungeert eigenlijk wel die bra. Zo, we kunnen voortzetten met, dit is wat we kallen, final rover. En dat zien we hier dan. Dit is een 3D-tijning van Final Rover. Dit is True Colors, zoals we dat noemen. Dit is vargen die we valkt van projectteamen. Zo wie die we mee op printen voor de harde leven nog, voor de til. En de juur liet wond op een oude til. En zo hebben we dan, wie die we met de camera-systemen, we hadden denkt te gebruiken ESP32CAM voor het monteren op over hier, daar en daar. Voor een full feedback naar een controlestation, zoals we hebben op de eerste etage. Daar. We hebben nu monteerd een stoer smartscherm. En hier zal de wijzers video feedback van dit is om Sherry Schellen. Ja, landschapscafé die buggers. Er was mooie gui met dit met styropoor. Det var kvitt overalt, men nå det slutt på tull. Nå skal vi bygge et landskap. Så nå de i gang med å bygge kjøreveier, kjøreplater, og dette blir nok fjell. Dette kaninfjellet, og så har vi øyefjellet her. De har laget en egen kart på dette der. Så visste jeg dette som vi hadde tenkt å gjøre, å bygge av systemer, og dette er hva vi har landet på da. Vi har een commando center, som sender instructies til Makerspace Rover.
Or that are a data machine with Rover Command software interface, actually. Some sender noem commando til microbits, microbit gateway. Some communiceren met microbit rover. Some have eigen software. Or microbit rover sturen dat sturingskort rover. Some sturen plus in gang motoren of servo. Or de funker uitmerkend. Zo hebben we de camerasystemen, zo maar het systeem voor zichzelf. Soms zenden over signalen til wifi access point, dedicated wifi access point, til makerspace rover video feed. Tja, uitvoering onderwijs, ja, dat hadden we. Dat is een project som waren nog zo lang. Die zat die gang in 2022. En daar de liet jemstemming voor projectteam en alt. En daar liet, ja... uitwisseling van personen, zo so we moeten holle jengen engageerd dan. Dan moet je, ja, iedem liet gulle route voor zet die gang neste steek op projecten. Dat heb ik enkelte, in alle gangen. Wat voor de tijdsbruik privaat, we gebruiken wel een deel typo dit en daar. De gaat ganske mye tijd altijd. Als soms zegt, het is een ganske compliceerd project, of het is wel microbit, maar altijd, ja, hoe dan vermiddelen we dit en dat til onze jonge deeltakers, som har jobbet met Scratch of slike ting dan. Zo, dat is wel die compliceerd, principe na altijd samen dan. Maar dit blir een uitvoering dan. Ook zouden dit met pengestrummen, er gaat een deel penger. We fik til deel penger, maar dat besluit december 2023. Mijn project al lang verferdig. Zo er gaat voortzat een deel penger uit. Of soms zegt, we hebben ik noem penger in. Zo komt het door den wijn. Tja, dat was de hele. Dank voor ons. Jeg må sitere deg selv, det blir seriøse greier. Ja.